Arne Slot, ik zei net ook al tegen Oussama Idrissi, wendt het winnen al? Nee, want winnen blijft een fantastisch gevoel. Maar vandaag tegen Utrecht uit, dan weet je op voorhand dat geen zekerheid is op een overwinning. Omdat zij hier de afgelopen weken, maanden heel erg goed gepresteerd hebben in eigen huis. Dus dit was een wedstrijd waarvan je van tevoren denkt, van kijken hoe we daar weer op staan. En ja, als je dan ziet hoe ze vandaag gespeeld hebben, niet ons beste voetbal, dat zal ik als eerste toegeven. Maar wel een mentaliteit in de ploeg. Waar wij als trainers heel erg vrolijk van worden. Want ik denk dat die mentaliteit ons vandaag de overwinning heeft gegeven. Wat is die mentaliteit? Werken? Nou, ten koste van alles voorkomen dat de tegenstander een kans krijgt. Daar begint het mee. En dat klinkt heel simpel, maar daar moet je heel erg veel voor lopen. En moet je constant weer bereid zijn om te voorkomen dat zij een voorzet geven, een steekpas geven, een diepteloopactie maken. Om dat allemaal te voorkomen heb je heel veel loopwerk nodig. En we waren daartoe bereid vandaag. Ja, en dan hebben wij een aantal spelers in onze ploeg die het verschil kunnen maken. En in het eerste geval was dat met een vrije trap. Enigszins gelukkig van richting veranderd. Maar Teun heeft wel een geweldige trap. En de tweede goal was een hele mooie aanval. En ja, waren we in de rust in die zin wat gelukkig met de 2-0 voorsprong. Want dat was niet helemaal gerechtvaardigd gezien het spelbeeld. Ja, de 1-0 komt van de voet van Teun Koopmeiners. Voor hem ook een bijzondere week. Zijn contract verlengd. Het lijkt dan soms ook wel dat het zo moet zijn. Hè, dat hij ook de wedstrijd meteen openbreekt. Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat heel veel spelers zijn voorbeeld gaan volgen. 1, omdat ik dan heel vrolijk van word als onze spelers hun contracten openbreken. En 2, dat ze dan blijven scoren als ik jou moet geloven. Nee, dat Teun dit signaal afgeeft, daar ben je als club. Maar ik als trainer hartstikke blij mee, want ongelooflijk belangrijke speler van ons. Ik vond hem vandaag misschien wel de beste speler op het veld. Als je ziet wat hij aan de bal doet, de rust die hij daarin heeft, maar vooral zijn werk zonder bal. Is, ik zou bijna zeggen ongeëvenaard. Maar dan doe ik Michi tekort, want die vond ik vandaag ook fantastisch, net als beide centrale verdedigers. Dus ja, heb je toch weer meer uitblinkers dan dat ik in eerste instantie dacht. Je speelde vandaag natuurlijk tegen het team van John van der Brom. Is het lastig om iets uit de hooghoed te toveren? We hadden het er afgelopen week al over gehad. Maar hoe moeilijk is het om iemand die je door en door kent toch te verrassen? Nee, maar het is geen wedstrijdje tussen John en mij. Wie kan het beste tactisch iets bedenken? Het is een voetbalwedstrijd wat altijd beslist op de kwaliteiten van voetballers. En natuurlijk kijk je naar wat is de kracht van de een en wat is onze kracht en waar kun je ergens nog iets uithalen. Maar wij gaan niet een wedstrijdje doen van wie kan iets bedenken om die wedstrijd te winnen, want zo werkt het niet. Je bereidt die jongens gedurende een hele lange periode voor en uiteindelijk kunnen zij dan het verschil maken in een wedstrijd. En dat is uiteindelijk vandaag denk ik ook weer gebeurd, dat het individu vandaag de wedstrijd weer beslist heeft. Vandaag in een vol Galgenwaard, dat is ook wel eens anders. Hè? Het zit niet altijd vol. Zegt dat ook wat over dit AZ? Het zegt in eerste instantie denk ik iets over hoe goed Utrecht dit seizoen presteert. Want die hebben 6 van hun 7 thuiswedstrijden gewonnen. Volgens mij hun laatste thuiswedstrijd 3-0 van PSV. Dus dat is logisch dat mensen daar dan op afkomen. En het zal er vast nog wel mee te maken hebben dat dan AZ op bezoek komt. Die op dat moment nummer 2 staat. Dat een extra mooi affiche is. Uiteindelijk vraagt Idrissi een wissel aan. Je oude Jan komt voor hem in de ploeg. Dan uiteindelijk gaat oude Jan op links buiten spelen. Is dat toch ook wel een beetje de kwetsbaarheid van AZ